Zoals nu de markt is geordend, hebben we te doen met monopolisten, met de NUON, met de Eneco. Of we moeten als stad ons eigen energiebedrijf gaan oprichten. En dat onderzoeken we momenteel. Het valt niet mee om een warmtenet aan te leggen. Zo moet de restwarmte van deze afvalverbrander nog worden bijverwarmd in dit hulpstation, op aardgas. Want eerdere plannen voor een zogenoemd hybride net zonder dat milieuvervuilende bijstoken zijn gesneuveld. En de gemeenteraad wil nu weten waarom. Het is destijds veranderd omdat het ook financieel en technisch niet haalbaar was. Het was echt de tijd ver vooruit. In het rapport van de Rekenkamer staat dat de besluitvorming rondom het warmtenet niet transparant is. Er zijn besluiten genomen waarvan eerst gezegd werd van, sturen we naar de raad toe als raadsbesluit. En later bleek dan dat het via een brief medegedeeld werd aan de raad van dat het besluit al gevallen was. En veel zaken zijn ook nu niet goed te controleren. Zo verkocht Nijmegen in 2011 een eigen warmtenet aan NUON en kreeg de energieleverancier daar nog eens geld op toe. Dat is een heel technisch financieel verhaal. Maar heel is het niet eenvoudig uit te leggen aan de Nijmegenaar, de belastingbetaler. Je verkoopt iets als gemeente en moet er nog eens geld op toeleggen. Nou, dat is ook niet op die manier gebeurd. Dus de gemeente heeft het verrekend met wat de bijdrage is geweest aan het warmtenet in de Waalsprong. Het is allemaal netjes met accountantsverklaringen zo afgewikkeld. Daar heeft de belastingbetaler echt geen last van gehad. Aanstaande woensdag gaat de Nijmeegse Raad in debat over het warmtenet.